geweldig en wat gaaf dat jullie hebben ingeschakeld op deze sing-out, kunnen we wel zeggen, deze avond. En ja, wat is het bijzonder om op afstand toch aanwezig te zijn. Misschien zit je wel thuis in je studeerkamer of in je woonkamer. Misschien zit je lekker in de tuin. Ik wil je van harte welkom heten. Misschien kijk je vanavond wel voor het eerst met ons mee. Wat doen we op deze avond? We gaan zingen met elkaar. Het woord gaat open. We bidden met elkaar. En we hebben vanavond ook een getuigenis. En vanavond hebben we iemand in ons midden. En hij wil graag vertellen wat de Heer Jezus in zijn leven heeft gedaan. Maar wie dat is, dat zullen we straks gaan vertellen. Misschien is het je wel opgevallen. Het is een andere setting als dat jullie gewend zijn. Maar dat heeft de volgende reden. Waar oorspronkelijk werd opgenomen, dat is bijna afgebrand. We kregen vanavond te horen dat er een brandje is geweest. En dat we dus misschien geen live uitzending zouden hebben. Maar op de valreep hebben we toch deze locatie weten te bemachtigen. En daarom willen we ook onze dank uitspreken aan de Hebron-missie. Dankzij hun kunnen we nu hier staan. En dat heeft ook te maken met het aankomende weekend. Er is hier een hartkraai weekend. En ook dat willen we van harte bij jullie aanbevelen. Maar daarom, het stond allemaal al klaar en we konden het ook zo gebruiken. Dus nogmaals, van harte welkom en geweldig dat je kijkt. We leven in bijzondere tijden. De kerken zijn gesloten. We kunnen niet bij elkaar komen zoals we eigenlijk gewend zijn. Zoals bijvoorbeeld op de Zinkring of op school, waar je ook dagelijks mag bevinden. En ik moet zeggen dat ik dat mis. Ik mis bijvoorbeeld dat we niet naar de kerk kunnen komen. Ik mis het zingen. Ik hou heel erg van zingen. En dat kan niet. Ik hou er bijvoorbeeld ook van om een broeder of een zuster even een hand te geven. Of een hug te geven, een knuffel. Dat kan nu niet. Maar dat moeten we dan vanavond maar op afstand doen. En ik zou eigenlijk voor willen stellen, als je ingeschakeld bent via YouTube, er is naast dit scherm een live chat. Ik zou zeggen, laat even weten dat je er bent. Zeg ook even wie je bent, waar je vandaan komt. En zo hoop ik dat we elkaar met elkaar een gezegende avond kunnen hebben. Elkaar even een hand geven, dat kan dus niet. We kunnen elkaar niet aan elkaar voorstellen. Maar wat ik dus voor wil stellen, dat is dat we in de live chat dat doen. En ik wil eigenlijk ook gelijk van de gelegenheid gebruik maken. Ik ben voor jullie een onbekend gezicht. Voor anderen misschien wel een bekend gezicht. Jaren geleden ben ik zelf vrijwilliger geweest op de Zinkring. Jongerenavond in Doorn, jongerenavond in Veenendaal. Op de Levensbronavond samen met Tom en Janneke van Keulen. We hebben daar geweldige avonden gehad, waarin we veel over de Heer Jezus hebben geleerd. En nu ben ik gevraagd om vanavond als gastheer te fungeren. Ik ben Matthijs van der Linden. Ik kom uit Ede. Ik ben getrouwd met de mooiste vrouw van het land uiteraard. Dat zult u begrijpen. Janita heet ze en we zijn in verwachting van ons eerste kindje. En over 9 weken dan zullen we het zien. In het dagelijks leven ben ik een eenvoudige timmerman. Ook voorganger. Ik ga zo gemiddeld om de zondag voor. Om het woord ook van de levende God te brengen. Maar vanavond mag ik bij jullie in jullie midden zijn. En ik vind het geweldig om te doen. Ik hoop dat je vanavond met verlangen hebt ingeschakeld. Dat je echt het verlangen hebt om de Heere God te loven en te prijzen. En als we zingen, dan komt ons hart in beweging. En als je bijvoorbeeld een sport uitoefent en je hebt daar plezier in, dan word je daar enthousiast van. Dan komt je hart in beweging. En de oudvader Augustinus, hij zei, zingen, dat is 2 keer bidden. Vanuit muziek gaat daarom een geweldige werking uit. Omdat ik op de bouw werk, heb ik veel popmuziek om me heen. En dat is een leegte die de wereld graag wil vullen. En ik hoop dat je vanavond hebt ingeschakeld met dat verlangen dat alleen de Heere God dat die leegte kan vullen die jij misschien mist.
Wat in een lied ook naar boven kan komen, dat is dat we gaan zien onze eigen tekortkomingen. Dat we gaan zien onze eigen zonden. Wie we zijn in het licht van een driemaal heilig God. Maar wat ook het mooie is van de psalmen, van liederen, dat is dat er gewezen wordt op de Heer Jezus zelf. En ik wil daarom ook vanavond benadrukken dat het om hem gaat. Het gaat niet om degene die een getuigenis geeft. Het gaat niet om mij of om wie dan ook. Het gaat erom dat de Heer Jezus verheerlijkt wordt. Dat is ons enige verlangen en ons enige doel. En als we met dat verlangen bij elkaar zijn, dan kun je ook oprecht verblijden in de Heer Jezus. En wil je jouw schepper groot maken en aanbidden. Ik stel voor dat we deze avond in gebed gaan. Doen jullie mee? Zullen we bidden? Ja, Vader God in de hemel. Bedank u dat we tot u de toevlucht mogen nemen. Het is zo waar wat u zegt in uw woord. Dat u de woorden van het eeuwige leven heeft. Tot wie zouden we anders heen gaan? Heren, we danken u dat we u mogen kennen. Dat we, als we u mogen toebehoren, dat we vanuit genade door het geloof gered zijn. En dat is enkel genade. En daar willen we u voor danken. Heer, we danken u zo dat we op deze plek ook bij elkaar kunnen komen. Het leek er even op dat het niet door kon gaan, vanwege de brand ook in het Jeidahonk. Maar we danken u, Heren, dat we op deze plek zijn, zodat we toch een live uitzending kunnen hebben en dat we toch ook de jongelui kunnen bemoedigen. Heer, we willen daarom bidden om de krachtige leiding van uw geest ook deze avond. We willen u danken dat u zelf zegt dat waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar bent u in het midden. En dan zegt u daarachteraan, zij die eenparig hetzelfde verlangen hebben. En Heren, we hebben hetzelfde verlangen dat uw naam verhoogd wordt. En we zijn met meer dan twee of drie hier bij elkaar. En we weten ons verbonden door alle kijkers die meekijken. Door alle jongens en meiden die meekijken vanavond. Heer, zo danken we u dat we deze mogelijkheid hebben. Heer, we willen ook in het bijzonder bidden voor ons land. Heren, er gebeurt zoveel. Er komt zoveel op ons af en misschien hebben we wel vragen, misschien hebben we twijfels, misschien hebben we zorgen in ons hart. Heren, we bidden u dat u ons vanavond nabij wil zijn en dat u wil werken door uw Heilige Geest. We willen bidden voor de regering. Wilt u ze wijsheid geven in de besluiten die genomen moeten worden? We willen bidden voor een ieder die getroffen wordt door het coronavirus. We willen bidden om kracht van boven. En we bidden u ook voor de zorgverleners. Zij die dag en nacht om de patiënten heen staan. Heer, we bidden voor hen dat ze het vol zullen houden. En misschien zitten we wel thuis vanwege het coronavirus. Kunnen we niet studeren? Kunnen we ons werk niet uitoefenen? Misschien vinden we het moeilijk. Heren, wees u ons een God van nabij. We willen zo deze avond aan u opdragen. En we zien ernaar uit wat u gaat doen. We danken u voor wie u bent. We danken u dat u de hemel leeg heeft gegeven. Dat u arm wilde worden terwijl u zo rijk was in de hemel. Maar u wilde arm worden vanwege ons. Zodat wij rijk zouden worden in u. Heren, als we daarover nadenken, die diepe lijdensweg die u voor ons gegaan bent, dan schieten woorden tekort om uit te spreken wie u bent. Heren, daarom willen we u deze avond groot maken. Daarom willen we u loven en prijzen. Daarom willen we u erkennen als onze Heer en Heiland. Glorie voor uw naam. In Jezus' naam. Amen. Vanavond is er ook de live chat beschikbaar. En dat houdt in als jij met een vraag zit of je hebt een zorg.
of je wil je verhaal kwijt, weet dat er ook een team klaar zit voor jou. Wat je dan moet doen, dat is naar de site van Jijda gaan, www.jijda.nl/livechat. En dan wordt er ook naar jou geluisterd. En mocht je daarmee zitten met vragen of wat dan ook, maak daar dan ook gebruik van. Na het getuigenis van vanavond is er ook de mogelijkheid om een vraag te stellen. En dat kan allemaal online. En dat gaat als volgt op steljevraag.tk. Dus ook daarvan kunnen jullie gebruik maken. We gaan ons eerste lied zingen. Eigenlijk gaan we twee liederen zingen. Het eerste lied wat we gaan zingen, dat is Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem. En het tweede lied wat we gaan zingen, dat is Als een hert dat verlangt naar water. En dit eerste lied, dat beschrijft de weg van Jezus naar het kruis. Hij leed daar aan het kruis, wat we 2 weken geleden met elkaar hebben herdacht met Goede Vrijdag. En let wel goed op, niemand nam het leven van de Heer Jezus. Niemand. De Joden namen zijn leven niet, de Romeinen namen zijn leven niet, engelen namen zijn leven niet. Nee, hij gaf zijn leven. Hij gaf zijn leven voor u, voor jou en voor mij. En dat is, als we dat zo mogen noemen, pure, onvoorwaardelijke, zichzelf verloochenende agape-liefde. Dat is liefde wat zoveel dieper gaat dan de wereld ons te bieden heeft. Dat is zichzelf verloochenende liefde, wat ik net ook al zei. Hij gaf zichzelf voor jou. En dan zegt het couplet, u bewijst uw genade aan mij telkens weer. Uw genade is mij genoeg. En misschien worstel jij hier wel mee. Vanavond is het thema leven na het kruis en leven naar het kruis. En misschien heb je wel zoiets van, ja, wat moet ik daar nu mee? We gaan er vanavond wat dieper op in. Maar het is ons gebed dat je daadwerkelijk in gaat zien dat het werkelijk genade is dat je gered bent. En dat het werkelijk genade is dat je met hem mag leven. Het tweede lied wat we met elkaar gaan zingen, dat is Als een hert dat verlangt naar water. Zo verlangt mijn ziel naar u. En ik wens jou de zegen toe die de Heilige Geest jou wil geven. Dat ons diepste verlangen de Heer Jezus zelf is. Ik zou zeggen, zet de kop koffie even aan de kant. Leg je koek aan de kant of je zak borrelnoten, wat je ook hebt. Kom overeind en zing uit volle borst mee. Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem en als een hert dat verlangt naar water. Het is volbracht.
Ik hoop dat je lekker mee hebt kunnen zingen. En wat is het een geweldig lied. En ik hoop dat jij thuis zit en dat je hunkert, als het ware verlangt, naar dat levende water. En dat levende water, dat is het woord. En daar willen we ook uit gaan lezen. En ik wil je vragen om met me op te zoeken Lucas 24. Lucas 24, vers 36 tot en met vers 44. Dat wil ik lezen. Lucas 24, vers 36. En er staat het volgende. En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden. En hij zei tegen hen, vrede zij u. En ze werden angstig en zeer bevreesd. En ze dachten dat ze een geest zagen. En hij zei tegen hen, waarom bent u in verwarring? En waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals u ziet dat ik heb. En terwijl hij dit zei, liet hij hun de handen en de voeten zien. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tegen hen, hebt u hier iets te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraad. En hij nam het aan en hij at het voor hun ogen op. En hij zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Wat mij gelijk treft, dat is vers 36. Waarin Jezus te midden van de discipelen staat en de Emmausgangers. En dan zegt hij tegen hun, vrede zij u. In het stukje daarvoor, dat hebben we nu niet gelezen met elkaar, maar dan zijn de Emmausgangers, ze zijn op weg naar huis en ze hebben meegekregen alles wat er is gebeurd. En ze spreken over deze dingen en ineens is Jezus bij hun, op hun pad. En dan staat er, ze namen brood. Hij zegende het, hij had het gebroken. Toen werden hun ogen geopend. En dan zien ze dat de Heer Jezus zelf in hun midden was. En ze gaan terug naar Jeruzalem. Ze willen het vertellen aan de discipelen. Ze willen vertellen wat ze hebben meegemaakt. En terwijl ze bij de discipelen zijn, dan staat Jezus zelf in hun midden. En dan zegt hij, vrede zij u. En dat wil ik vanavond ook tegen jou zeggen. De God van de vrede is met jou. Ik heb het net in mijn gebed ook al aangehaald. En ik zeg dat nog een keer. Jezus zegt, waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, met hetzelfde verlangen, daar ben ik in het midden. En daarom geloof ik dat God in ons midden is, dat hij ons zijn vrede wil geven, maar ook jou. De discipelen en de Emmausgangers, zij geloven de Heer Jezus niet. Is dat hun meester? Is hij weer in hun midden? Ze geloven het niet. Ze zijn angstig. Ons thema van vanavond, dat is leven na het kruis. Wij en jij zijn gelovigen na het kruis. En dat waren de discipelen ook. Maar toch geloven ze Jezus niet. Ze kunnen gewoon niet indenken dat hun meester is opgestaan vanuit de dood. En wat mij raakt, dat is het volgende. Jezus die zegt in vers 39, raak mij aan. Zie mijn handen en zie mijn voeten, want ik ben het zelf. Wat een voorrecht om de Heer Jezus te mogen betasten. Ze mochten hem aanraken. Hoe geweldig is dat? Ze kunnen hem zien. Zo dicht mogen ze bij hem zijn. En als tweede zegt Jezus, terwijl ze het nog niet geloven, geef mij te eten. En wat ze hem geven, dat eet hij voor hun ogen op. Dit alles, dat moest gebeuren. Johannes die schrijft in 1 Johannes 1 vers 1 wat er was vanaf het begin,
Wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat we aanschouwd hebben. Niet vluchtig, nee, ze hebben naar de Heer Jezus gekeken. Van, was Hij het wel echt? Wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Het moest gebeuren dat Jezus in hun midden was. Jezus moest hen overtuigen dat Hij zelf de Christus was. En achteraf kunnen we zien dat deze ontmoeting nodig was, zodat de apostelen als ooggetuigen de blijde boodschap verder konden brengen. Hoe zit dat met jou? Laatst hebben we herdacht dat Jezus stierf voor de mensheid. En daarmee zeg ik niet dat ieder mens behouden wordt. Helaas is dat niet zo. Maar ik hoop dat je geraakt bent door het wonder van het kruis. Ik hoop dat je geraakt bent door het wonder van de opstanding. Ik hoop dat de Heer Jezus meer en meer voor je is geworden. Dat je kunt zeggen, mijn Heere en mijn God. En dat je kunt zeggen dat je een verdieping in je geloof hebt gekregen. Ik hoop ook dat het je bemoedigt, dat je als gelovige door het leven mag gaan. En dat je je verblijdt in Jezus, onze Heiland. Misschien kijk je wel mee en heb je hier heel veel moeite mee. En denk je, waarom ben ik geen kind van God? Waarom ben ik geen kind van de Vader? Ik luister al zoveel preken, ik kom zo vaak in de kerk, ik ga naar de jongerenavonden, de zinkering. Waarom komt het niet binnen bij mij? Jongelui, weet dit, elke dag laat God zich aan je zien. Zoals Jezus zich lijfelijk liet zien aan zijn discipelen, zo laat God zich zien vandaag. En hoe dan, vraag je misschien af? Nou, heel concreet, door de prediking heen, zondags. Door de avonden zoals dit. De zinkering, de jongerenavonden. Ook door het coronavirus, wat ons vandaag de dag getroffen is. God spreekt. Hij spreekt ook door de natuur tot jouw hart, zodat je gaat erkennen, als het goed is, dat God werkelijk bestaat. Misschien top je hier wel mee. Maar wat moet er nog gebeuren voordat je gaat inzien dat God al zo lang om jou geeft? En daar gaan we van zingen. Het volgende lied. Vader God, ik vraag me af hoe ik ooit heb geleefd zonder te weten dat uw vaderhart al zo lang om mij geeft. Zullen we het zingen met elkaar?
het volgende gedeelte met jullie lezen en we blijven bij Lucas. We gaan verder in vers 45 tot en met vers 49. Vers 45 en er staat, toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen en zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u, maar blijft u in de stad Jeruzalem totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Nog heel even terug naar vers 45. Er staat, toen opende hij hun verstand. Ik weet nog goed wanneer mijn verstand werd geopend, als ik het even zo mag zeggen. Ik was toen 14 jaar en ik kan alleen maar daarvan getuigen dat het genade is. Ik mocht gaan inzien dat de Heer Jezus had geleden voor mij. Ik mocht gaan inzien dat hij mijn straf had gedragen. Hoe is dat bij jou? Is jouw verstand al geopend? Is jouw hart al geopend? Zijn de schriften voor je geopenbaard? Net zoals Jezus dat deed bij de discipelen. Dat hij liet inzien dat hij moest lijden en dat hij moest sterven. Maar dat hij ook op moest staan uit de dood. En dat is ook van cruciaal belang, dat hij moest opstaan uit de dood. Want als de Heer Jezus niet was opgestaan uit de dood, dan was ons geloof, zoals Paulus dat zegt, zonder inhoud geweest. Dan was ons geloof waardeloos geweest. Dan hadden we een avond gehad, zoals deze, hadden we kunnen praten hierover. Maar dan was eigenlijk ons geloof zinloos geweest. Maar is jouw verstand al geopend? Ben je gaan inzien dat Jezus deze diepe en vernederende weg moest gaan voor jou? Vers 47. In zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. Wat houdt bekering in? Bekering houdt in 180 graden omdraaien. Bekering houdt in gaan inzien wie jij bent in het licht van een heilig God. Bekering houdt in dat je gaat inzien dat je niet meer voor jezelf leeft. Bekering houdt in dat je gaat inzien dat de zonden die jij doet, die ik doe, scheiding maken tussen God en jou en mij. Vergeving van zonden. Ik hoop dat je vanavond mag gaan inzien dat de Heer Jezus jouw straf heeft gedragen. Daarom wil ik je vanavond als het ware toeroepen. Kom dan tot Jezus. Misschien heb je andere dingen op de planning vanavond en schakel je weg. Ik wil toch dat je dit hoort. De blijde boodschap dat Jezus is gestorven en opgestaan, ook voor jouw zonde. En daarom is de roep, het kloppend vaderhart van God. Kom dan tot de Heer Jezus. Omarm hem en aanvaard hem in je hart en in je leven. En Johannes die zegt het in Johannes 1 vers 12. Want allen die hem hebben aangenomen, hun heeft hij macht gegeven een kind van God te worden. En als je dat gedaan hebt, heel eenvoudig. Hoe kun je dat doen? Heel eenvoudig. Door naar de Heere toe uit te spreken. Dat je een zondaar bent. Dat je zonder hem niet kunt leven. En dat je hem nodig hebt voor de rest van je leven. Als je dat naar hem toe uitspreekt. En je belijdt je zonde. Dan mag je weten een kind van God te zijn. En op datzelfde moment zul je belijden dat je dat niet van jezelf hebt. Maar dat het de Heilige Geest is die in jouw hart werkt. Want hij laat ons onze zonden zien, onze tekortkomingen. Die geest getuigt met onze geest dat we een kind van de hemelse Vader zijn. En dat is die Heilige Geest van de belofte. Wat we lezen in vers 49, waarin Jezus zegt,
als het ware al doelend op zijn hemelvaart. Ik zend de belofte van mijn Vader neer. En dat is de Heilige Geest. Opdat hij in u komt wonen. Dat is de kracht van God die uit de hoogte in ons komt wonen. En dan komen we bij het tweede gedeelte van het thema. Als je dus weet dat je een kind van hem mag zijn, dat de Heilige Geest in je woont, dan is het thema leven naar het kruis. En God die vraagt aan jou en aan mij om overeenkomstig dat kruis te wandelen. Om te wandelen als het ware zoals de Heer Jezus zelf heeft gewandeld. Om te doen wat hij deed. Om te leven namens zijn geboden. Om voor zijn naam uit te komen. We willen zijn navolgers zijn, maar het kan soms zo zijn dat de zonde ons te neer kan drukken. Het kan soms zijn, en misschien ervaar je dat wel op dit moment. Je mag weten een kind van God te zijn, maar toch, die ene zonde, het blijft maar terugkomen in je leven. Misschien denk je wel, hoe kom ik nu van die verslaving af? Misschien was je met Pasen, met Goede Vrijdag en Pasen, zo oprecht blij in je geloof. En was je op de toppen van je geloof en kon je het wel van de daken schreeuwen. Mijn redder, mijn Heer. En misschien ben je nu wel zo bedroefd over je eigen zonde. We willen dat vanavond verder overdenken. En dit thema dat is tot stand gekomen in overleg met Gerben. Gerben, je zit hier voor me en we hebben elkaar al een keer ontmoet. We hebben een gesprek gehad en dit thema dat kwam eigenlijk meer bij jou vandaan. En ik vind het geweldig. Jij wil hier ook wat meer over gaan vertellen. En Gerben is vrijwilliger van de stichting Jij Daar. En hij gaat ons straks zijn getuigenis geven over dit onderwerp. Van wat het hem heeft gedaan in zijn leven. We gaan nu een oud lied zingen. Er komen misschien oude woorden in voor, maar de waarheid is zo heerlijk. En dat is een lied uit de bundel van Johannes de Heer. En dat is hier een hart door vrees benard. Zing je thuis mee met ons en verootmoedig je tijdens dit lied. We gaan het zingen met elkaar. Is hier een hart door vrees benard. Is hier een hart door vrees benard vermoed, door 's leven strijd? Twijfel drukt u neer, gij struikelt telkens weer. O, vat weer moed, want God is goed en steeds tot hulp bereid. Zo gij slechts kunt geloven, ziet gij zijn heerlijkheid. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Voor elk die wonderen van hem verwacht. Zijn kracht, daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Gaat gij gebukt, door zorg gedrukt, leg dan uw lasten neer. Toop niet langer voort, vertrouw op 's Heeren woord. Hij hoort uw bee en schenkt u vrede in liefde eindeloos teer.
zo gij slechts kunt geloven, niets is onmogelijk meer. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht, voor elk die wonden van hem verwacht. Ja, wie hem aanraakt, ervaart zijn kracht. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Ik hoop dat jij dat mag ervaren, of dat er vanavond meer duidelijkheid over gaat komen. We gaan luisteren naar het getuigenis van Gerbe. En ik wil je uitnodigen om ook na het getuigenis een vraag te stellen. Misschien is het je net ontgaan tijdens de inleiding. Je kunt je vraag stellen via steljevraag.tk. En ik wil ook nogmaals benadrukken, mocht jij met dingen zitten thuis, er is een luisterend oor beschikbaar en dat kan via jijdaar.nl/livechat. We gaan eerst nog twee heerlijke liederen zingen met elkaar. Het eerste lied, dat is De Wind Steekt Op. Sorry, ik maak een foutje hierin. We gaan nu eerst luisteren naar het getuigenis van Gerbe. Gerbe, ik wil je naar voren toe uitnodigen en ik wens je veel zegen daarbij. Geliefden in de Heere Jezus Christus. Dat waren de woorden waarmee het getuigenis begon. 6 jaar geleden op een jongerenavond van Jijdaar. Een avond die voor mij levensveranderend was. Maar daarover vertel ik zometeen meer. Mijn naam is Gerbe en ik ben 24 jaar. Zoals Matthijs al zei, ben ik vrijwilliger bij de Zinkring en ik sprak eind februari op de Zinkring Janneke. Zij vertelde mij dat wij als stichting vaak op zoek zijn naar mensen die hun getuigenis willen delen. Ik vertelde haar dat ik al een getuigenis had om te delen. Het ligt ook al een geruime tijd op mijn hart en de Heere bevestigde mij ook hierin dat ik dit moest doen. Maar voor ik verder ga, zou ik graag eerst willen beginnen met gebed. Heere God, getrouwe Vader, wat is het heerlijk, Heer, om voor uw aangezicht te mogen staan. Heere, wetende dat u ons zo lief hebt, dat u uw Zoon gegeven hebt, Heer, dat en ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Heer, en ons leven kan zo vol zijn van duisternis, van onreinheid, van verborgen dingen, Heere. En u vraagt aan ons, zoals u vroeg aan Adam, waar zit je? Heer, u had alle recht om ons te haten, ons te veroordelen. Maar u bent anders, Heer, u bent God, u komt tot ons. Met uw liefde en uw trouw en uw genade, Heer. En ja, u overwint ons hart. Heer, en het is ook mijn gebed dat de woorden die ik hier mag zeggen, Heer, van mijn verleden, dat mensen daar misschien wel erkenning in vinden, Heer, en hun zonde belijden en zich tot u keren. Heer, opdat uw naam verheerlijkt mag worden en tot zaligheid van onze zielen. Heer, wees ons zo nabij, dat vraag ik uit genade in Jezus' naam alleen. Amen. Ik ben opgegroeid in een klein dorpje in de Bommelerwaard. Mijn vader had een chrysantenkwekerij bij ons huis en sinds mijn 8e ook in Spanje. Hierdoor was hij de ene week in Spanje en de andere week in Nederland. Wanneer mijn vader in Nederland was, was hij gewend om 1 keer per zondag naar de kerk te gaan. Mijn moeder, die had vroeger wel belijdenis gedaan, maar sinds haar trouwen was ze enigszins van de kerk vervreemd geraakt. Ik kreeg in die tijd een keus. Of naar de zondagsschool, of mee naar de kerk. Ik zat in een ander dorp op de basisschool en ik had heel weinig met de kinderen van de kerk. Wat ik had, dat was vaak ruzie. En ik kreeg een snoeprot tot mijn beschikking als ik meeging naar de kerk. Dus voor mij was de keuze snel gemaakt. Ik ben erg dankbaar voor deze periode,
waarin ik toen nog veilig en wereldvreemd mocht opgroeien, ook op de reformatorische basisschool. Ik weet nog dat ik wel eens enge dromen had en in die tijd bad. En mijn moeder legde me altijd op bed en ons thuis is echt een zegen geweest. En ja, dan baden we ook het bekende slaapliedje, ik ga slapen want ik ben moe. Maar ja, van die dromen weet ik ook dat als ik bad, dat ik daarna rustig mocht slapen. Dus ik geloofde wel dat er iets was, God, maar ik ken hem nog niet persoonlijk. In de zomervakantie, voor ik naar de middelbare school ging, had ik een bijbaantje bij een tuinder in de buurt. Daar werkte een vriendje van de basisschool en aangezien ik niet thuis mocht werken, ben ik daar ook begonnen. Er werkten ook oudere jongens die een hele nieuwe wereld voor mij openden. Ze brachten mij in aanraking met seksueel getinte liedjes. De teksten die waren zo letterlijk, die zal ik jullie besparen. En ja, ze waren erg geobsedeerd daardoor en ja, het maakte mij ook nieuwsgierig, waardoor ik begon met mezelf te bevredigen. Ik weet nog dat de eerste keer dat ik dit deed, huilend naar mijn moeder was gegaan om te vertellen wat ik had gedaan. In haar geestelijke onwetendheid stelde ze me gerust en vertelde ze dat ze de moeder van een leeftijdsgenootje gesproken had en die dacht dat haar kind het wel 3 keer op een dag deed. In plaats van mijn zonde samen te beleiden, raakte ik in de veronderstelling dat het iets was wat iedereen deed en erbij hoorde. Alleen niemand sprak erover. Zo ging ik uit nieuwsgierigheid op zoek naar prikkels en kwam ik in aanraking op mijn 12e met pornografie. Waar ik dit eerst keek uit nieuwsgierigheid, werd dit voor mij een stimulans om mezelf te bevredigen. Dit ging zo ver dat er gedurende heel mijn middelbare schoolperiode dat voor mij een dagelijkse gewoonte was om dit te kijken en mezelf hierop te bevredigen. In 2007 ging ik naar de middelbare school en kwam ik in een klas waar ik helemaal niemand kende. Ik was de enige van de basisschool die daar naartoe ging. En ik was een beetje een buitenbeentje en ik had het gevoel dat ik er niet bij hoorde. Er was een jongen van de klas hoger, waar ik samen mee naar school fietste. En hij beschermde mij en gaf mij het gevoel van eigenwaarde. Zo'n vriend had ik nog nooit gehad en het leidde ertoe dat ik gevoelens voor de jongen kreeg. In 2009 verhuisden wij vanwege een bedrijfsovername naar de geboorteplaats van mijn moeder. God begon een werk in haar. En ze besloot dat we voortaan als gezin wekelijks naar de kerk zouden moeten gaan. Ik ben achteraf heel erg dankbaar voor de verhuizing, want hiermee kwam ook een breuk in de vriendschap met die jongen. Misschien zijn er wel meer mensen die met dat soort gevoelens worstelen. En ik zie het echt als de bewarende hand van God dat hij die jongen uit mijn leven verwijderd heeft. Wel bleef ik mijzelf bevredigen op seksueel stimulerende afbeeldingen en pornografie. Mijn computer stond er vol mee, maar dit was mijn oplossing om een gevoel van leegte te vullen in mijn hart. Tijdens de verhuizing veranderde ik van school. Het gaf mij de mogelijkheid om opnieuw te beginnen. Ik wist 1 ding zeker, ik ga het deze keer anders doen. Ik vond aansluiting bij een groep jongens uit een dorpje verderop en ik besloot de vechtsport te gaan doen om mezelf te kunnen verweren. In de eerste en de tweede werd ik ook best wel gepest en getreiterd. En ik wilde het dus helemaal anders doen. Die vechtsport heeft er ook niet te goed aan bijgedragen, want ik sprak een keer op jongenconferentie een jongen die op de middelbare zat bij mij en ja, die herkende mij als de jongen die een andere jongen tegen de snoepautomaat had geslagen. In 2011, het laatste jaar van mijn middelbare school, werd ik 16 en kocht ik een brommer. Dit werd mijn lust en mijn leven en mijn alternatief voor het banksparen. Achteraf gezien bleek dit alleen niet zo'n geweldige investering. Mijn brommer en mijn vrienden bepaalden in die tijd voor een groot gedeelte hoe ik mij gedroeg en mijn identiteit. Ik had een prima leven en kwam niks tekort, dacht ik. Maar ik had nog steeds een geheim. Ik keek elke dag pornografie en ondanks dat ik me er toch wel voor schaamde, beschouwde ik het als iets wat blijkbaar elke jongen deed en dus de normaalste zaak van de wereld was. Ook leerde ik in het laatste jaar een meisje kennen waar ik verkering mee kreeg. Ondanks dat de relatie nog geen 3 maanden duurde, kwam ik tot de ontdekking dat ik niet werkelijk van haar kon houden en pornografie kon kijken. Ik was op dat moment 17 en al 5 jaar verslaafd. Ik bevredigde mezelf dagelijks op alles wat maar enigszins seksueel stimulerend voor mij was en dan heb ik het niet over een koelkast. Zij wist hier niks van,
Maar de relatie ging uit en ik bleef zitten met een gebroken hart en de ontdekking dat mijn pornografieverslaving mij hinderde om een gezonde relatie aan te gaan. Vanwege de crisis was mijn vader genoodzaakt de pasgekochte kwekerij weer te verkopen en bleek dat wij weer terug moesten verhuizen naar mijn geboorteplaats. Dit was in 2012. Gewoontegetrouw gingen wij nog steeds elke zondag naar de kerk en ik begon vrienden te krijgen. Door een vriendin werd ik van de catechisatie meegenomen naar andere kerkelijke activiteiten, zoals bij ons in de gemeente het open jeugdwerk en de jeugdvereniging. Ik kan mijzelf nog herinneren dat ik de eerste keer met onze jeugdvereniging een weekend wegging, dat was met Pinksteren, en dat ik er erg tegenop zag en mezelf afvroeg, hoe ga ik ooit een weekend met jongeren zijn zonder mezelf te bevredigen? Het laat zien hoe groot de macht van de zonde was in mijn leven. Want stoppen kon ik er niet mee, ook al had ik dit vaak geprobeerd. De Heere ging door met zijn werk en eind 2013 mocht mijn moeder tot de zekerheid komen van het geloof en deelnemen aan het heilige avondmaal. Begin 2014, in het tweede jaar van mijn HBO-studie, gebeurde er iets wat mijn leven volledig op zijn kop zette. Het broertje van mijn beste vriend kreeg een brommerongeluk. Hij reed op een rechtstuk weg en is om een voor ons nog onbekende reden in de berm geraakt en hij heeft de lantaarnpaal frontaal geraakt. Hij heeft het ongeluk niet overleefd. Als er iemand was geweest aan wie ik in mijn leven mijn brommer zou hebben uitgeleend, zou hij het zijn geweest. En dat maakte dat ik werkelijk ging nadenken over de zin van het leven. Want als het zo jong en zo snel al kan eindigen, wat heb je er dan aan? Wat is dan het doel van het leven? Diezelfde vriendin die mij meenam binnen onze kerk nodigde mij uit voor de Jij daar avond van 10 april 2014. Ze vertelde mij dat Henk Binnendijk kwam spreken. Ik had in die tijd nog geen flauw idee wie Henk Binnendijk was. Maar avontuurlijk als ik was, besloot ik op de uitnodiging in te gaan. Ik merkte dat ik een honger had naar God en naar de waarheid en wilde weten hoe het nou echt zat. En ik zat met een groot geheim waar ik geen raad mee wist. Tot grote teleurstelling van mijn vriendin bleek Henk Binnendijk zich echter die dag afgemeld te hebben. Zijn situatie was begrijpelijk, maar hij liet hiermee het Jij daar team zitten met een uitdaging. Die avond nam de gastheer zelf het woord. Koos de Jong sprak over het thema stil zijn voor God. Hij zei het volgende. We hebben Henk Binnendijk niet nodig, maar alleen Gods woord en zijn geest. Hij sprak het eerste gedeelte van de avond over Johannes 3 vers 16, waar staat, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dit stil worden voor God deed bij mij het besef komen wie hij werkelijk was. Dat hij uit liefde zijn zoon gegeven heeft, om voor ons falende mensen te sterven. Ook mocht iemand zijn getuigenis geven die avond. De jongen die vertelde hoe hij vroeger gepest was en in aanraking was gekomen met verkeerde vrienden en daardoor extreme vormen van seksuele onreinheid. Hij vertelde hoe hij tot bekering was gekomen en beleed dat er kracht was in het bloed van Christus. Om ons te reinigen van alle ongerechtigheid en ons overwinning te geven over onze zonden. Ook deed hij de oproep om onszelf over te geven aan God. Op dat moment deed ik dat en het was alsof mijn kettingen afvielen. Ik mocht die avond weten bevrijd te zijn van mijn zonde en verslaving. Met de verbreking van de banden heeft God ook alle herinneringen aan beeldmateriaal gewist uit mijn leven. Op weg naar huis had ik geen flauw idee wat mij overkomen was, maar ik wist wel. Eerst was ik blind en nu kan ik zien. Ik ben vernieuwd. Toen ik thuis kwam heb ik alle pornografie van mijn computer verwijderd en besloten dit nooit meer te willen kijken. Wel bleef ik mijzelf bevredigen op andere stimulerende afbeeldingen op mijn pc. Ik schaamde me enorm elke keer dat ik dit deed en ik had er geen vrede mee. Op een avond kwam ik weer in de verleiding om deze dingen op te zoeken. En ik zag een mail van Sela en om de een of andere reden begon het lied De Wind Steekt Op te spelen. Dit raakte mij op dat moment zo dat ik spontaan begon te huilen en definitief gebroken heb met alles. Ik heb op dat moment besloten alles wat mij belemmerde om rein te leven uit mijn leven weg te doen. Het was het restant aan seksueel stimulerende afbeeldingen, maar ook alle social media, Twitter, Facebook, Instagram. Ik heb er helemaal mee gebroken. Sindsdien mag ik weten bevrijd te zijn van zonde en schuld. God heeft mij bevrijd en hij is getrouw. Wel heb ik daarna moeten leren wat het betekent om in een nieuw leven te wandelen. Wat het betekent om je eigen vlees te kruisigen en om met
Christus gekruisigd te zijn en met hem te mogen wandelen in een nieuw leven. Ja, er zijn soms nog verzoekingen. Maar de Bijbel zegt in Spreuken 24, vers 16, want al valt een rechtvaardige zevenmaal, hij staat weer op. God staat in voor de verdere reiniging van mijn gedachtenleven. Hij is genadig en trouw. Waarom ik dit aan jullie vertel? Omdat ik jullie verhaal ken. Omdat ik weet van die jongeren in de kerk die worstelt met dezelfde dingen als waar ik mee heb geworsteld. Omdat ik het verhaal ken van het meisje wat tot haar schaamte regelmatig achter de webcam zit, 's avonds laat. Omdat ik weet van die man die jaren gediend heeft als ouderling in de kerk, maar die nog steeds worstelt met deze zonde. En ik wil jullie zeggen, je bent geliefd. Er is geen zonde te groot of de genade van Jezus is groter. Er is alleen wel één voorwaarde. Je moet bereid zijn met je zonde naar hem toe te willen gaan en je van je zonde willen bekeren. Als je zo ervaart dat je ziek bent en erkent dat je een medicijnmeester nodig hebt, dan is Jezus hier ook voor jou. Sta op uit je zonde en keer je naar hem toe. Ik geloof als je jezelf herkent in mijn verhaal, dat God ook in jouw leven verlossing kan en wil geven. Misschien vraag je je af hoe. We leven in een tijd waarin corona onze samenleving beheerst. Maar ik denk dat een veel groter probleem wat wij hebben in Nederland de seksuele onreinheid is. Niet alleen in de wereld, maar ook in onze kerk. Ik wil me graag aansluiten bij het advies van de RIVM. Zij adviseren dat je jezelf regelmatig moet wassen. Dit werkt twee kanten op. Enerzijds reinigend en anderzijds preventief. En die raad wil ik jullie ook meegeven. Vanavond, misschien wel voor het eerst of opnieuw. Leven na het kruis is een leven waarin je tot ontdekking komt dat je het zelf niet kunt en elke keer opnieuw terug moet naar het kruis. Het is geen gepasseerd station, zoals ik ook een tijdje gedacht heb, maar de plaats waar we naartoe mogen om Jezus te ontmoeten en te beseffen wat Hij uit liefde voor ons gedaan heeft. Hij zal ons reinigen van alle zonden die aan je kleven of ja, waar je mee belast bent. En anderzijds leer daar ook leven uit genade onder de beschermende, doorbonden handen, doorboorde handen van Jezus zelf. Laten we bidden. Heere God, getrouwe Vader, we komen voor uw aangezicht, Heer, en u kent de mensen die luisteren en die kijken. Heer, u weet of ze zich kunnen identificeren met mijn verhaal. Heer, u weet waar ze mee worstelen, wat ja, hun nood is. Heer Jezus, u zegt in uw woord dat u gekomen bent om te zoeken wat verloren is, Heer. En zo kunnen we ons zo vaak ook voelen, Heer, en beseffen dat we dat zijn, Heer. Want zonder u is er geen leven. Heer, ik bid dat u en ieder die deze avond bereid is zijn leven in uw hand te leggen, zich aan u toe te vertrouwen, Heer, dat u die in genade aanneemt. Heer, dat u een wonder wil doen in hun leven, maar bovenal hun leert zien en kijken naar u. Heer, want als ons blik op u gericht is, dan keren wij ons automatisch af van de zonde. Heer, en ja, het is de ontdekking dat dat de enige oplossing en het enige medicijn is voor onze zonde. Heer, zo wil ik bidden voor een ieder die zich met mijn verhaal kan identificeren. Heer, geef dat wij naar mensen die hiermee worstelen niet veroordelend zullen zijn als kerk, Heer. De mensen die worstelen met pornografie, homoseksualiteit, Heer, zelfbevrediging, Heer, u kent ze, u hebt ze lief, u hebt uw zoon ervoor gegeven. Heer, maar geef dat de kerk een plaats mag zijn waar dat mensen zichzelf open durven stellen, hun zonden durven te belijden, Heer, en vergeving zullen vinden door het bloed dat gevloeid is. Heer, het voorhangsel is gescheurd en de toegang tot u is open. Heer, geef dat we daarvan gebruik zullen maken nu het nog kan. Dat is mijn gebed uit genade. In Jezus' naam alleen. Amen. Ik weet niet hoe het bij jou is binnengekomen, maar bij mij wel. En als ik bedenk wat je allemaal hebt opgenoemd, Gerben, dan heb je heel veel gezegd. Pornografie, loskomen van de banden. Iemand die overlijdt, waardoor je stil wordt gezet. Dat zijn nogal dingen. En dat kan een enorme impact hebben op je leven. En
Ik ben heel dankbaar nu je zo dit getuigenis met ons deelt. Wat een impact de kracht van Jezus bloed ook in jouw leven heeft gehad. En dat is echt jouw verlangen en dat straalt er helemaal vanaf. Dat hij hierdoor ook de eer krijgt. Heb je nu een vraag? Nogmaals, stel hem via steljevraag.tk. En schroom niet om deze vraag ook te stellen. We gaan nu twee liederen zingen. En deze liederen zijn ook door jou, Gerbe, opgegeven. Dat is het volgende lied, De Wind Steekt Op. En het andere lied, dat is Mijn Jezus, Mijn Redder. Zing het mee uit volle borst. Vervuld met vrede, zal de adem van uw geest ons met zijn kracht bekleden. Wek ons tot leven en wakker ons aan, zet ons in vuur en in vlam. Breng een herleving en moedig ons aan, Heer, maak ons helemaal nieuw. De wind steekt op, de wind steekt op. Waar zij wijd leeft uw kerk weer op. Het vuur laait op, het vuur laait op. Een vuur van liefde voor de kracht die ons ontbreekt.
Daar zijn we weer. We zijn erbij gaan zitten, gezellig, in een huiskamersfeer. En we willen jullie ook bedanken voor alle vragen en alle reacties die zijn binnengekomen. En ja, de eerste vraag aan jou, Gerbe, is... Mooi dat je dat zegt. Hoe groot je zonde ook is, Gods genade is groter. Voorwaarde is dat je je zonde bij hem kwijt moet willen. Is die voorwaarde niet direct ook de drijfveer die je naar hem uitdrijft? Zie je dit inderdaad als voorwaarde of is het ook datgene wat je naar hem toetrekt? Dat is de vraag van iemand. Heb je daar een antwoord op? Ik denk inderdaad dat het niet alleen een voorwaarde is. Maar dat je ook juist als je ziet wat Jezus voor je gedaan heeft, dat dat ook iets is wat jou naar hem toetrekt. Als God je ogen daarvoor opent en je krijgt het besef wat Jezus voor ons gedaan heeft, dan trekt ja, dat jou naar hem toe. En ja, dan besef je ook wie je zelf bent, want hij hangt daar ja, om jou, om mij, om ons. Ja. Dat is de reden waarom hij gekruisigd is. Dus je zegt als het ware, de Heer Jezus die stelt als voorwaarde dat je zonde moet belijden. Maar aan de andere kant, dat wil je ook heel graag als je kijkt naar wat hij voor ons heeft gedaan. Ja. Ja. Kijk, en dan kun je natuurlijk afvragen van, ervaar ik mijn zonde genoeg? En sinds dat ik tot geloof kwam, ben ik vooral in de tijd daarna pas veel meer gaan beseffen wat er allemaal nog meer zonde was. Ook ja, in relaties die ik gehad had. En ja, dan liet God mij dat pas daarna zien, nadat ik Jezus had leren kennen. Dus ja, we beseffen nooit precies wat al onze zonden zijn. Maar ja, als je Jezus ziet, daar gaat het uiteindelijk om ja, je oog op hem te richten. En niet op je zonde. Dat kan ook een valkuil zijn juist, een belemmering. In mijn leven is het ook al een tijdje een belemmering geweest, dat ik dacht van, ja, nu heb ik zoveel zonde gedaan, ja, Jezus ziet me alweer aankomen. En dan is juist die genade en die trouw zo groot, dat hij ja, terug blijft komen naar ons, dat hij ons op blijft zoeken. En dat hij niks liever heeft dan dat wij naar hem toe gaan. Maar het bepaalt ook heel erg het beeld wat je zelf ja, daarbij hebt van wie Jezus is. En dat is echt heel belangrijk om dat te beseffen. Ja. Oké, dankjewel. We hebben ook nog een getuigenis of een reactie van Dirk. Dirk, dankjewel ook voor je reactie. En er staat mooi getuigenis, groetjes van Dirk. Dat willen we ook even tussen gooien. We hebben een volgende vraag die we je willen stellen. Gerbe, bedankt voor je verhaal. Ik herken me zo in wat je zegt, maar het is zo ontzettend moeilijk. Hoe doe je dit? Heb je handvaten? Heb je tips voor me om hiermee om te gaan, om te breken met de zonde? Wil je daar wat meer over vertellen aan de kijkers? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om te beseffen dat ja, je de strijd niet alleen aan kunt gaan. Ik heb zelf een tijd gedacht dat dat wel ging, maar ja, wat doe je als je gevallen bent? Of wat doe je als je ja, je zicht op Jezus bent kwijtgeraakt? En ja, God heeft juist ook zijn gemeente gegeven om elkaar te bemoedigen en elkaar aan te sporen. En ja, nadat ik tot geloof ben gekomen, heeft ja, God echt een paar hele liefdevolle broeders op mijn pad gegeven, waarmee dat ik deze dingen kon delen. En dat heeft zeker wel bijgedragen aan ja, mijn herstelproces daarvan. En heb je ook nog verder andere dingen, want in het gesprek wat we hebben gehad heb je ook gedeeld dat je volgens mij een cursus hebt gevolgd. Ja. Kun je daar ook dat nog aanbevelen? Of? Er zijn heel veel mensen die met deze dingen gezeten hebben. En iemand daarvan is Mike Cleveland en dat is een Amerikaanse piloot. En hij heeft ook een cursus opgericht die heet Setting Captives Free, Zet Gevangenen Vrij. En dat is een 60 dagen cursus waarin dat je ook echt ja, gaat zien van wat Jezus voor ons gedaan heeft. Dat leert je als het ware wandelen met hem en afhankelijk leven van het kruis en in zijn liefde. Ja, dat is een cursus die je digitaal kan volgen. Je kunt een mentor toegewezen krijgen
aan wie je ook accountable bent. Ja, mocht je in je omgeving niet direct iemand hebben of in je kerk het idee hebben van dat is iemand die ik vertrouw, dan is dat zeker een goed... Dus eigenlijk adviseer je wel om juist met je problemen naar mensen in je kerk toe te gaan. Het liefst een broeder die dichtbij je staat of een zuster die je vertrouwt. Zou je dat aanbevelen aan ja, de kijkers? Ja, dat allereerst. Maar ja, in mijn eigen leven, toen ik net tot geloof kwam, ja, had ik nog niet echt dat vertrouwen zo met mensen uit de kerk. En ja, toen heeft die cursus mij wel ja, erg geholpen. Ja, geweldig. En ik denk ook dat het heel goed is om ook hierin de Bijbel te laten spreken. En wat ook Paulus schrijft aan de Korinthebrief. En dat is ook iets wat we denk ik niet moeten vergeten. Dat is om daadwerkelijk ook wat Paulus schrijft in 2 Korinthe 10 vers 5. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. En misschien kan dat ook een tip voor jou zijn. Misschien kun je ervan leren dat als je in verleiding komt op bepaald gebied, wat het dan ook is, maar seksualiteit, dat houdt iedereen bezig. Als er iets op je pad komt, om dan ook te kunnen zeggen, Heren, deze gedachten die neem ik gevangen, ik breng hem bij u en daardoor zondig ik niet en reinig mijn gedachten. Misschien kan je dat ook verder helpen. Gerben, heb jij verder ook nog de jongelui een tekst die je mee kunt geven? Heb je misschien een tekst op je hart of niet? Niet direct. Niet direct. Nee. Ik moet zelf denken aan wat Johannes schrijft in de Johannesbrief. En misschien is dat ook wel van belang. Hij zegt in 1 Johannes 1 vers 9, als wij onze zonden belijden, hij is getrouw, hij is rechtvaardig onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En dat is ook goed, want vaak kunnen we zo met onze eigen zonden blijven zitten. En misschien herken jij dat ook wel, nee, dat we ermee blijven lopen, dat we er niet mee naar de Heer Jezus gaan. En dat we ons... ja, dat we ons slecht voelen tegenover de Heer. Herken jij ook zulke gevoelens, dat je daar lang ja, mee loopt? Absoluut. Kijk, vaak had je het ook naar een opleving, een geestelijke opleving. Als je bij een jijdaaravond was geweest, dan was je helemaal verheugd. En ja, na een aantal dagen zwakte dat af en dan kwam het gevoel weer terug. En ja, dan schrok je van, ik wil het helemaal niet, maar het vliegt me aan. Wat moet ik hiermee? Ja, en wat jij zegt inderdaad, je gedachten krijgsgevangen nemen, daar roept de Bijbel echt toe op. Ja, om dat te doen en ze aan Jezus te geven. En voor de rest wegvluchten van ja, alles waar je van weg kunt vluchten. Ja, en vooral als je dan gevallen bent, inderdaad beseffen van... ja, als wij onze zonden belijden, hij is getrouw om ze te vergeven. Hm. En ja, dat vraagt wel dat je... ja, dus tijd spendeert met God. Dat is wat ik ook heb moeten leren. Van ja, God wil echt een relatie met ons. Mm. En hoe doe je dat? Door zijn woord te lezen en te bidden. Ja. En als je zo je ogen op hem richt, dan ja, verdwijnt de zonde uit beeld. Mm. En ja, eigenlijk, het is ook een geestelijke honger die wij hebben. En die geestelijke honger proberen wij te vullen met zonde. En als je Jezus mag leren kennen, dan merk je dat als je door hem laat vullen, dat ja, je helemaal geen behoefte meer hebt aan ja, zonde, ja, aan onreinheid. Wat het ook is, dat kan roken zijn, drank ook. Dat zijn ook dingen, je probeert een leegte mee op te vullen. Terwijl ja, Jezus zegt van ik ben het levende water. En hij wil juist onze dorstlesser zijn. Ja, ja, geweldig. We hebben heel veel reacties binnen gehad en... Ik denk dat ik ze niet... Nee, we kunnen ze niet allemaal beantwoorden. Nog wel één vraag wat mij bezighoudt. Als je werkelijk vrij wil worden. Je had het over ketenen die als het ware losgegooid worden. Hoe gebeurt dat nou? Hoe,
Wat moet er gebeuren? En ik denk dat dat een brandende vraag is van veel jongeren, misschien ook wel ouderen als je meeluistert. Hoe gebeurt dat nou? Wat gebeurt er? Wat moet je inzien? Wil er gebeuren dat je hiervan bevrijd wordt? Kun je daar iets over zeggen? Ja, ik beschouw het als een enorm wonder van genade dat ik zo die avond die bevrijding mocht ervaren. En pornografie heb ik weggedaan en nooit meer hoeven kijken. Maar de worsteling op seksueel gebied, ja, met zelfbevrediging bijvoorbeeld, die blijft wel. En dat is juist een proces geweest dat ik moest leren leven. Want ja, hoe controversieel dat ook lijkt, God gebruikt onze zonde om ons naar hem toe te trekken. En soms laat hij ons een tijdje in de zonde om ons maar het besef te doen geven van hoe dor en doods wij werkelijk van binnen zijn. Dat er niks goeds in ons is. En met de hoop dat wij ons naar Jezus keren en het van hem verwachten. Want de Heer Jezus zegt wel, zonder mij kunt gij niks doen. En ja. Dus eigenlijk zeg je, het probleem moet erkend worden. Je moet gaan inzien dat je een zondaar bent, wat Romeinen 3 ook eigenlijk zegt. Net als dat je tot bekering moet komen. Je moet gaan inzien dat je een zondaar bent. Dan kun je tot bekering komen. Zo wil je eigenlijk ook zeggen van, als je worstelt met pornografische verslaving of wat dan ook, je zult eerst moeten erkennen dat je dat je een probleem hebt. Ik denk dat dat de eerste stap is, maar ja, dat besef heeft denk ik iedereen wel. Wanneer heb je genoeg, kan dan de vraag zijn. In dat opzicht is denk ik het belangrijkste om juist naar Jezus te gaan kijken. Ja, als je echt naar jezelf gaat kijken, dan kun je soms zo daarin rond gaan dwalen. Maar het is juist belangrijk om naar Jezus te kijken. Het is zo belangrijk om te beseffen dat wij niks kunnen doen zonder hem daartegen. Jezus zegt, werp alles op hem. Hij wil voor ons zorgen. En als je in dat vertrouwen gaat groeien, ja, dan neemt de kracht van de zonde af. En zelf daartegen strijden, ja, dat is een verloren zaak. Dat kun je je leven lang blijven proberen, maar de enige oplossing is het medicijn nemen. Als ik een ziekte heb, kan ik er alles aan doen om die ziekte op te lossen, maar ik kan dat zelf niet oplossen. Ik moet juist het medicijn nemen. En dat heeft God gegeven. En dat is? Jezus. Jezus. Ja. En dat is uiteindelijk ons antwoord. Wie is dan de Heer Jezus voor jou? Als afsluitende vraag. Ja, ik was laatst aan het lezen, want ik had hem al ergens verwacht. Een tijdje terug kwam het zo te sprake. Ik kwam zo met iemand te sprake en die zei van, ja, jij noemt Jezus je vriend en kun je dat wel noemen? En ik dacht van, ja, kan ik wel zo Jezus mijn vriend noemen? Ik denk van, ja, wie ben ik? Weet je wel, dat ik dat mag zeggen. Maar toen las ik Johannes 15, waar de Heer Jezus zegt, als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb, en in zijn liefde blijft. Iets verderop, niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. En dat is wat Jezus gedaan heeft, hij gaf zijn leven. En als we dat door geloof omarmen, hoe pril het ook aan het begin kan zijn, als je jouw voorbeeld erbij haalt van de discipelen die moesten hem aanraken. Jezus zegt niet voor niks, zalig zijn zij die niet gezien hebben, maar wel geloofd hebben. En vervolgens zegt hij, u bent mijn vrienden, als u doet wat ik u gebied. En dit gebied ik u, in vers 17, dat u elkaar lief hebt. En ja, daarin, ik heb ook een tijdje gehad dat ik heel erg wettisch ging leven. En uiteindelijk tot ontdekking kwam van, maar ik mis de liefde. En Paulus zegt dat ook in 1 Korinthe 13, geloof ik. Van, wat je ook hebt, ik kan een mooie getuigenis hebben. Maar als je daarna niet groeit in de liefde voor Jezus, ja, dan ga je juist geestelijk achteruit. Het is juist het besef wat hij voor ons gedaan heeft. En hoe meer je vult met hem, des te minder aantrekkelijk is de zonde voor je. Ja. Geweldig. Ik wil je bedanken voor je getuigenis, maar ook voor je reacties. Bedankt ook nogmaals voor alle vragen en alle reacties. Nogmaals, we kunnen ze niet allemaal beantwoorden, ook vanwege de tijd. Maar nogmaals, dank daarvoor. We gaan zingen met elkaar het volgende lied. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart. Zullen we het meezingen op de toppen van onze longen. En dat we de Heer daarmee ook groot maken.
gaat mijn verlangen nog meer naar u uit. We hebben het gezongen en ik hoop dat je het met heel je hart hebt gezongen. En dat het ook echt je verlangen is, dat God volledig jouw verlangen is. Maar ook onze bestemming. Ik heb nog wat afsluitende mededelingen. Deze avonden zijn niet gratis om te maken, om live uit te zenden. Al het apparatuur en noem alles maar op. We willen jullie ook vragen om een bijdrage te leveren via de collecte. Dat kan allemaal digitaal en dat willen we ook van harte bij jullie aanbevelen. We zien jullie graag de volgende avond weer. De volgende avond is op 2 mei en dan is het thema overval op straat. Ik weet niet wat er allemaal gezegd gaat worden, maar ik hoop dat het je triggert om te kijken. En deze avond gaat voor dominee J. van de Ende en dat is uiteraard via de livestream. Dan wil ik ook nog zeggen, mocht je nu nog met vragen zitten, het luisterend oorteam dat zit nog klaar en dat kan via www.jijdaar/livechat. Maak daar gebruik van. We gaan afsluiten en ik wil nog een klein stukje lezen uit de Bijbel. En dat is eigenlijk het laatste gedeelte van Lucas 24. En ik lees het jullie voor. De Heer Jezus leidde hen naar buiten, tot bij Bethanië. En hij hief zijn handen op en hij zegende hen. En het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel en zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Begin van de avond ben ik met jullie begonnen dat de Heer Jezus in hun midden stond. En hij zei, vrede zij u. En de vrede van God is ook met jullie. En hij hief zijn handen op, wat we net hebben gelezen. En hij zegende de discipelen. En hij zegent ook jou. Misschien heb je nog vragen. Misschien zijn je vragen niet beantwoord. Weet, als je een kind van God mag zijn, dat je geliefd bent. En dat je, ondanks alle pijn en moeite, strijd, dat God van je houdt. Dat God zijn hart naar jou uitgaat. Ik wil dat je dat echt meeneemt. En dat je hem ook mag aanbidden, wat we net hebben gelezen in vers 52. En dat je blijdschap hebt, ook in het geloof. Dat je je niet laat ontmoedigen, want daar is maar één iemand op uit en dat is de duivel. Hij wil jou ontmoedigen. Hij wil je het liefst het geloof ontnemen. Maar laat dat niet gebeuren. Verblijd je in de hoop. Verblijd je in de Heer Jezus. Ik hoop dat je dat mag doen. Ik wens jullie nog een gezegende avond en we zien jullie graag de volgende keer. We gaan zingen met elkaar ons slotlied, opwekking 680, Mijn Redder. Tot ziens. Naar liefde, trouw die nooit teleurstelt. Geef uw genade, Heer. Iedereen zoekt vergeving, de goedheid van een redder. De hoop van de als redder, grote overwinnaar.
Thank you.